المسلم يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم. المسلم dient het voorbeeld van de profeet sallam te volgen. يقول أذكار الصباح والمساء. Hij dient zich te houden aan de ochtend- en avondsmeekbeden. أذكار إجبار الصلوات المفروضة. De gedenkingen na de verplichte gebeden. دخول المنزل والخروج منه. Bij het verlaten van het huis en binnentreden van het huis. الركوب السفر. Wanneer men zijn rijtuig bestijgt of als hij op reis gaat. عند الطعام يقول بسم الله. Wanneer men wil eten of drinken, dan zegt men bismillah. إذا نسي وقت ما يذكر يقول بسم الله أوله وآخره. Als men vergeten is bij het eten en drinken om bismillah te zeggen, dan zegt men bismillah أوله وآخره. نعم. إذا انتهى من الطعام يحمد الله. Als men klaar is met eten en drinken, dan bedankt men Allah عز وجل met alhamdulillah. إذا عطش يقول الحمد لله. Als iemand niest, dan zegt hij alhamdulillah. تسمع وتقول له يرحمك الله. En degene die hem hoort, die zegt يرحمك الله. ثم هو يجيب يهديكم الله ويصلح بالكم. En hij, degene die niest, antwoordt dan vervolgens يهديكم الله ويصلح بالكم. يفشي السلام يسلم على من يعرف وعلى من لم يعرف. De groet dient door hem verspreid te worden. Dus het groeten met salam alaikum. En dat doet hij richting degene die hij kent en degene die hij niet kent. De complete versie van het groeten van anderen is door deze helemaal uit te spreken. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. We beginnen met assalam voordat we beginnen met andere woorden. لا يمكن أن أدخل على أحد في مكتبي في منزلي في أي مكان دون أن أستأذن. Ik ga niet bij mensen naar binnen in hun kantoor of in hun huis zonder toestemming te vragen. Ik klop eerst op de deur. Of je zegt vanuit achter de deur, salamu alaikum, mag ik naar binnen komen? Ook al zouden er hier alleen maar mannen aanwezig zijn. De oorsprong is dat het niet toegestaan is voor mannen om bij vrouwen binnen te treden. De oorsprong is dat mannen niet mixen met vrouwen. Ja, als het gaat om de moskeeën, dan is er een aparte ingang voor de vrouwen. En als dit al betreft de moskeeën, als dit de moskeeën aangaat, wat dan te zeggen over buiten de moskeeën? كذلك المصافحة الرجال يصافح الرجال والنساء يصافح النساء لكن الرجل لا يصافح المرأة. Ja, dat geldt ook dus voor het groeten van een vrouw met de hand. Een man groet alleen mannen met de hand en een vrouw groet alleen vrouwen met de hand. Ja, bij het binnentreden van de toilet of douche dient men altijd de smeekbedes daarvoor uit te spreken en ook bij het verlaten hiervan. Wallahu a'lam.